Over de volgende generaties. We mogen een kerk bouwen, niet alleen voor onszelf, maar voor volgende generaties. Met in gedachten onze kinderen en kleinkinderen. Gisteren was ik op een verjaardag bij mijn kleinzoon Eden. En die was 1 jaar, eigenlijk wordt hij binnenkort 1 jaar. En dan is zo'n huiskamer vol met allemaal kleintjes en geweldig. En dan denk je, wauw, hier bouwen we de kerk voor. Niet alleen voor onszelf, maar voor onze kinderen en onze kleinkinderen. En ik dacht bij mezelf, ik begon met 1, Erald. En toen werd het 2, Mathilde. En toen werd het 4, Jozua en Lydia. En toen werd het 7, met de kleinkinderen. En wat er allemaal nog komen gaat. Neem ik aan. De Heer zei, ga en wees vruchtbaar, vermenigvuldig je. Dus daar zijn ze druk mee bezig. Daar ben ik van overtuigd. Ik wacht rustig af op de volgende nieuwtjes. Niks invullen, ik heb geen nieuws. Nee, nog niet nieuws. Nee. Ik wacht net als jullie, ik wacht geduldig. Hey, Bijbels fundament over hart voor het huis, offer met Pinksteren. Waar is dat op gebaseerd? Ik ga nog even met je door wat Bijbelse dingen heen om het fundament goed te leggen. Dat je niet uit emotie of ja, Pastor Erald vindt helemaal niks. Pastor Erald is, mag ik het zo zeggen, de reisleider op jouw reis met God. Ik mag je de weg wijzen, de reisleider, maar uiteindelijk ben jij degene die ervan geniet en die wandelt met de Heer. 3 hoge feesten hadden ze in het Oude Testament. De Bijbel noemt dat de 3 hoge feesten waar de Israëlieten naartoe moesten, waar ze deel van moesten zijn. Kijk even met me mee, Deuteronomium 16, vers 1. Neem de maand Abib in acht en vier het Pascha ter ere van de Heer uw God. Wat wij nu eigenlijk een soort avondmaal, Goede Vrijdag, En de opstanding van de Heer Jezus. Want in de maand Abib heeft de Heer uw God u in de nacht uit Egypte uitgeleid. Dat was het eerste grote feest, Pascha, elk jaar vieren. En dan staat er 7 weken, zal je tellen, dat de sikkel voor het eerst in de staande koren geslagen wordt. Daarom heet het ook wel eerstelingenoffer, wat ze daar brachten. Gij zult 7 weken vieren, dat is 7 keer 7 is 49. Pentecost, Pinksteren is 50. De extra zondag die daarbij kwam, of de extra Shabbat moet ik zeggen. En dan zult gij het feest der weken vieren van de Heer uw God naar de mate van de gaven die gij vrijwillig, dat woordje vrijwillig komen we nog heel vaak tegen vandaag. Vrijwillig. Uit een liefdevol hart met vreugde en visie. Met passie voor de Heer en met visie voor de komende generaties. Geven zult naar de mate dat de Heer uw God u gezegend heeft. Dat je zegt, Heer, ik dank u dat u mij zo gezegend heeft. En daarmee wil ik u ook echt een mooi offer brengen. En dan had je 3e feest, was het loofhuttenfeest. Gij zult 7 dagen vieren wanneer gij de opbrengst hebt ingezameld van uw dorstvloer. En dan zult gij u verheugen op die feesten. 3 keer per jaar zal je dat alle mannen in ieder geval moesten voor het aangezicht van de Heer verschijnen. Het feest van de ongezuurde broden, het wekenfeest, dat is Pinksteren, en het loofhuttenfeest. Pinksteren is eigenlijk de eersteling van de oogst. En het loofhuttenfeest, enige feest wat nog niet vervuld is bij de grote oogst. Ik denk dat dat betekent als de Heer Jezus terugkomt en de miljarden mensen voor eeuwig bij hem mogen zijn die in hem geloven. Het grote, mag je het zo zeggen, de grote oogst, de finale van de hemel en de aarde in de huidige vorm. Pinksteren was de eersteling daarvan. En we gaan even kijken. Pinksteren was natuurlijk ook, jongens, we zeiden net al, het was de start van de kerk. De Heilige Geest kwam, maar hij kwam met een missie. En daar gaan we volgende week ook nog wat meer naar kijken. Maar het was de start van de kerk. En op die ene dag al, toen Petrus het woord nam, werden er 3000 mensen gedoopt. Het was de start van de kerk en de Heer Jezus wist, hij had zichzelf gegeven voor de kerk, voor zijn bruid. En hij wist vanaf dat moment gaan er miljoenen en uiteindelijk miljarden mensen mij persoonlijk kennen. Ga ik ze redden van hun zonden en voor altijd in een levende persoonlijke relatie met God brengen. En die hele familie van God, zijn zonen en dochters van God de Vader, dat heet de kerk. En de start was op Pinksterdag, toen de Heilige Geest kwam. In Handelingen 2 zie je dat in de Bijbel in de gewone taal. Dat is een hele mooie vertaling. Toen het Joodse Pinksterfeest begon, waren alle gelovigen bij elkaar in één huis. En opeens kwam er uit de hemel een vreemd geluid. Het klonk alsof het hart begon te waaien. Was overal in het huis te horen. En ook zagen de gelovigen iets dat op een vuur leek. En dat vuur verdeelde zich in vlammen en op ieder kwam een vlam neer. Dit verhaal ken je vast wel. En zo kwam de Heilige Geest in alle gelovigen en daardoor begonnen ze te spreken in andere talen.
Op dat moment waren in Jeruzalem veel Joden uit alle delen van de wereld. Dit is, mag ik het zo zeggen, Gods wijsheid. Wat hier gebeurt, heeft mij altijd weer zo verbaasd doen staan. Let maar op. Ze kwamen naar het Pinksterfeest. Toen het geluid in de hemel kwam, kwamen ze er allemaal op af. Ze begrepen er niks van, want iedereen hoorde de gelovigen spreken in zijn eigen taal. En iedereen was erg verbaasd en zei, de mensen die daar praten komen allemaal uit Galilea, die discipelen. Hoe kan het dan dat we ze allemaal horen spreken in onze eigen taal? We komen allemaal overal vandaan. We komen uit het oosten, anderen kwamen uit het noorden, zuiden, westen. Sommigen kwamen uit de grote stad Rome zelf. Weer anderen van Kreta. Van Kreta. Ken je dat? Of uit de woestijn van Arabië. Er zijn hier Joden uit alle delen van de wereld. Er zijn ook mensen die uit alle volken, andere volken komen en Joods geworden zijn. En toch horen we ze allemaal in dezelfde taal. En dan staat er, we hoorden dat er verteld wordt over de geweldige dingen die God doet. In de Engelse Bijbel staat daar, the wonders of God. En dit is geweldig wat daar gebeurde. Genesis 11, mag ik even met je mee naar Genesis 11, waar het een volk zei, wij zullen ons een toren bouwen die tot in de hemel reikt, toren van Babel. En we zullen ons een stad bouwen, een stad voor onszelf. En we zullen onze naam maken. En de Heer, zoals je weet, komt naar beneden, komt kijken en zegt, dit gaat helemaal fout. Dus hij geeft al die verschillende talen, de Babylonische spraakverwarring. Ineens waren er allemaal talen, ze begrepen elkaar niet meer. En de torenbouw, gefeliciteerd Arie, met 75. Oh, dat mag ik het niet zeggen. Jawel. Jawel. Je ziet eruit als 55, dus dan gaat iedereen, oh ja, met een jonge vrouw, ja, dat helpt ook. Je leidt me af, Arie. Je leidt me af. Waar was ik mee bezig? Dus de spraakverwarring. Ze gingen over de hele aarde enzovoort. En de toren werd nooit afgebouwd. In Genesis 12, hoofdstuk verder, zegt de Heer, ik zal voor jou een naam maken. Ik zal een natie, niet een stad, maar een natie geven, Abraham. Hè, de zegen van Abraham, Genesis 12, vers 2. Luister goed, de Heer zegt, als ik het doe, dan gaat het veel beter. Je moet niet voor jezelf een naam bouwen en een toren en een stad. Laat mij je zegenen. Genesis 12, vers 2, de zegen van Abraham. Ik zal je naam groot maken, ik zal je een natie geven. Niet een stad, maar een natie. En wat gebeurt er hier als de Heilige Geest komt? Dan wordt de Babylonische spraakverwarring weer weggenomen. Zie je wat daar gebeurt, wat een wonder dat is. Dat de Heer zegt, ik ga mijn koninkrijk nu geven over heel de wereld, vanaf Pinkster, de Heilige Geest kwam, over de hele wereld, mijn koninkrijk, en ze zullen allemaal één taal spreken. En dan zeg je misschien, ja, maar we spreken niet allemaal één taal. Ze spraken allemaal de wonderen van de Heer. Over de hele wereld praten christenen, kinderen van God, over de wonderen die God doet. En daarmee is die vloek opgeheven en zegt de Heer, ik heb weer opnieuw één taal gegeven. De taal van de Heilige Geest. Vind je dat niet geweldig? En de Heer zegt, ik zal niet een stad bouwen, zelfs niet een natie, maar ik zal de wereld redden, iedereen die mij wil volgen. En dat doe ik door jullie heen, door mijn kerk heen. Vind je het mooi? Herstel van wat daar is gebeurd. Dus ze namen allemaal, die mensen kwamen dus overal vandaan, hoorden in hun eigen taal het evangelie en de wonderen van de Heer. En gingen dus allemaal weer terug naar Rome en naar Kreta en naar Arabië en naar overal. En zo verspreiden op één dag. Wie kan dat verzinnen dan alleen God? Op één dag. De Heilige Geest kwam voor een aantal redenen. Maar een van de dingen die hij deed is, ik wil in de zonen en dochters van de Heer de wonderen van God op hun tong hebben. Niet van, oh, het is toch warm vandaag. Nee, de wonderen van de Heer. En dat verspreidde zich over de hele wereld in een paar dagen. Die mensen waren daar voor het grote Pinksterfeest waar ze de offers kwamen brengen. Daarom waren ze er, uit alle hoeken van de wereld. En na een paar dagen hadden ze het feest gehad en gingen ze allemaal weer naar hun huis. En overal in de hele wereld klonk de wonderen van de Heer, het evangelie. Ik vind dat zoiets moois. En ik moet je zeggen, Ik hoor dat maar zelden eerlijk gezegd in spreekbeurten over de Heilige Geest. Want dit was echt heel, mag ik het zo zeggen, in heel gewoon op zijn menselijks, heel slim van de Heer gewoon. Ja. Maar wat zo mooi was, dat de Heilige Geest kwam tijdens dat Pinksterfeest, dat offer, dat eerstelingenfeest, wat we volgende week ook mogen doen hier met elkaar en in alle locaties over heel Nederland en België zelfs. Vind je dat niet prachtig mooi?
Een paar voorbeelden even snel. Als je hier wat langer zit, dan heb je ze vaker gehoord. Maar het is zo belangrijk om ons te laten inspireren door het woord van de Heer zelf. Drie voorbeelden. Ga ik snel nog even doorheen. Waar staat dat in de Bijbel? Een speciaal hart voor het huisoffer. Waar haal je dat vandaan? De drie voorbeelden. Eentje is Hiskia. Je Hiskia, zeggen sommige Bijbelvertalers. 2 Kronieken 29. Een koning werd hij en hij was nog maar 25 jaar oud. Hij deed wat recht was in de ogen van de Heer. Hij opende in het eerste jaar van zijn regering, in de eerste maand, de deur van het huis van de Heer. Wat een prachtige koning was dat. Hij zei, ik ga beginnen bij het begin. De eerste maand van mijn koningschap, hij is 25, ik ga het huis van de Heer herstellen. Dat nummer 1. Want wat ben ik nou een koning als het huis van de Heer niet hersteld is? En dan zegt hij, mijn zonen, wees niet nalatig, want u heeft de Heer verkoren om in zijn dienst te staan en om aan de Heer te offeren. En dan staat er, de gemeente bracht slachtoffers, lofoffers, ook bracht ieder die daartoe van harte bereid was. Heb je hem weer, van harte bereid, vrijwillig, brandoffers. Nou, en dan staat er weer een hele lijst, ik zal hem even open, heel veel schapen en rammen en al die dingen. En hier iets verderop in 2 Kronieken 31... Hij beval het volk, de inwoners van Jeruzalem, een bijdrage te geven voor de priesters en de levieten, opdat deze al hun krachten zouden kunnen wijden aan het werk van de Heer. Een deel van het hart voor het huis, een deel van wat we bij elkaar brengen als kerk, gaat naar salarissen. Ik weet niet of dat sexy klinkt of niet, maar het betekent dat er mensen in staat worden gesteld om bijvoorbeeld voor onze kinderen, voor onze tieners, voor onze mensen te zorgen. Om te zorgen voor een gebouw, om al die dingen te doen die gebeuren moeten om het huis van de Heer te bouwen. Toen dit woord zich verbreidde, brachten de Israëlieten in grote hoeveelheid de eerstelingen van koren, most en olie, honing, mag ook, potje honing, en voor wat het veld opleverde. Ze brachten in overvloed de tiende van alles. De tiende is niet hetzelfde als eerstelingen. Soms wordt het door elkaar gehaald, maar dit zijn twee verschillende dingen. Eerstelingen was een eenmalig offer, wat ze brachten met Pinksteren. Ze brachten de eerstelingen en de tiende van alles. Mijn tienden gaan automatisch, weet je wel, elke maand gewoon, hup, hoef ik er niet over, daar kan ik het niet vergeten. Behalve die van vakantiegeld, dan denk ik, oh ja. Heer, even nadenken, even overmaken. Gewoon doen. En soms denk je, daarom vind ik Daniel als een voorbeeld zo mooi en inspirerend. Soms denk je, als je een beetje gezegend wordt door de Heer met een mooie baan, oké, dat is een aardig bedrag. Maar wees de Heer dankbaar. Hij heeft het je gegeven, hij heeft het je toevertrouwd. Je bent een rentmeester. In Gods oog, je bent een rentmeester. En we mogen hem daarmee dienen en zijn huis daarmee bouwen. En toen Hiskia de stapels zagen, prezen ze de Heer. En daarom beval Hiskia de vertrekken in te richten in het huis van de Heer. Zie je, daar wordt het huis mee gebouwd. Het tweede voorbeeld is het offer van de tabernakel van Mozes. En daar staat weer, Exodus 35, vers 4. Mozes zei tegen de Israëlieten, de Heer draagt u op hem geschenken te geven. Laat ieder die daartoe bereid is, dan heb je het weer. Ik hoop dat je hart wordt gemotiveerd. Iets aan de Heer afstaan, goud, zilver, koper enzovoort. En dan staat er, toen gingen de Israëlieten uiteen en ieder die daartoe van harte bereid was, staat dat nog een keer, die brachten offers. En in vers 22, alle mannen en vrouwen die bereid waren. Ik vraag je niet om je geld, ik vraag je om te bidden voor volgende week. Ik zeg het vaak, maar ik meen het echt. Ik wil dat er iets gebeurt in je hart, in mijn hart, in ons hart. We zeggen, Heer, dank u wel voor de mogelijkheid dat we een verschil kunnen maken. Uw huis mogen bouwen, zodat mensen thuis mogen komen. Het is echt waar, die app. Ik heb een heleboel apps en groepsappen. En soms denk ik wel, is het niet een beetje veel. Maar degene die ik altijd als eerste lees als er wat binnenkomt, is de People Story app. Waar mensen vertellen over wat God aan het doen is, denk ik, ja, daar doen we het voor. Daar doen we het voor. En de derde was natuurlijk koning David. Dat verhaal heb je ook vaker gehoord. Maar nog even voor, als opfrissing van ons geheugen. David deed ook zo'n oproep in 1 Kronieken 29. De burcht of het huis is niet voor een mens bestemd, maar voor de Heer. Ikzelf heb me tot het uiterste ingespannen om zoveel mogelijk materiaal voor de tempel van mijn God bijeen te brengen. Een leider gaat voorop. Een leider gaat voorop. Daar ben ik me goed bewust. Je hebt niks te vertellen als je niet zelf dit voorbeeld geeft. Hij deed het. Hij gaf het voorbeeld. De Bijbel noemt daar zelfs wat hij allemaal gaf. En dan goud, zilver, koper enzovoort. En dan staat er, vers 3, bovendien, de tempel van mijn God gaat mij zo ter harte, dat ik nog boven alles wil geven. En dan staat er weer een hele lijst. En dan vraagt hij deze vraag, die ik ook vrijmoedig aan ons als kerk en alle kerken die meekijken, de CLC-familie. Wie stelt zich vandaag of eigenlijk volgende week
In dienst van de Heer door een vrijwillige gave te schenken. En dan staat er weer vers 6. De hoofden van de dienst enzovoort. Alle gaven ze een vrijwillige gave. In vers 9 staat het volk gaf met vreugde. Het volk gaf met vreugde. Dus ik hoop dat dat je motivatie is. Dat je geeft met visie, met liefde voor de Heer, voor zijn koninkrijk. En zoals je waarschijnlijk weet in de praktische zin. We hebben de kaart, die ligt al op je stoel. En daar kan je over bidden deze week. En dan kan je ook iets invullen over waar jij God voor gelooft voor jouw huis. Ik geloof het helemaal hard als je Gods huis zegent, dat hij jouw huis ook wil zegenen. Hebben we net ook gehoord in het getuigenis. Maar een bijbeltekst daarbij is Ezechiël 44. Het beste van de eerstelingen en de heffingen, wat dan ook, zal voor de priester zijn. Ook het beste van uw gerstemeel zult gij de priester geven om zegen te doen rusten op uw huis. Om zegen te doen rusten op uw huis. God houdt ervan als we zijn huis zegenen met liefde. En dat we dan ook mogen kijken naar hoe God ons zegent. Is dat oké? Genoeg fundament? Ja? Voor vandaag? Ik wil een beetje inzoomen op die volgende generaties nog. Op die volgende generaties. En ik hoop en bid dat we met elkaar zullen investeren in de volgende generaties. En eigenlijk zijn er twee dingen die we doen. We willen, zoals je zag in het filmpje, in ieder geval hier vanaf Den Haag en andere locaties hebben andere, waar ze zelf voor kiezen natuurlijk. Een deel van Hart voor het Huis gaat naar our world, naar dingen buiten onze eigen stad. En ik ben zo enthousiast dat Jozef heeft het gezien en hun team. Het kerkgebouw in de Filipijnen, daar willen we echt een substantieel offer aan geven. En hier, dat dus, dat is zo mooi dat je andermans kerkgebouw mag zegenen. Wij zijn gezegend met een mooi gebouw. En dan zeggen, Heer, we willen ook anderen helpen om te bouwen, zodat er een thuis komt ook daar waar mensen kunnen komen. En die kerk die groeit en bloedt, ze hebben ook alleen al 600 kinderen. Dus als je 600 kinderen hebt, hoe groot is je kerk dan wel niet? En die willen we helpen om te ondersteunen. Handelingen 2 vers 39 staat in de NBG. Petrus antwoordde hun, bekeer je? Want ze vroegen, wat gebeurt er allemaal? Wat moeten we doen? En toen zei hij, bekeer je? En ieder van u laat zich dopen op de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden. En gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Gaan we volgende week verder naar kijken wat dat betekent. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor alle die van verre zijn. Zoveel als de Heer, onze God, ertoe roepen zal. We gaan zo kijken naar een filmpje die tieners hebben gemaakt. Ik ben zo enthousiast over dat we mogen investeren. Voor u en voor uw kinderen is de belofte van de Heilige Geest. Dat is toch geweldig? En dat mogen we plek geven. Dat mogen we als het ware faciliteren. Niet lang geleden hadden we hier, vorige week of zo, hadden we ruim 100 tieners op een vrijdagavond. Jozua had ruim 100 citypointers, 18 tot 25, in die week. Laten we zeggen dat we ongeveer 150 kinderen aanwezig hebben op een zondag. Ik dacht, dat is gewoon 350 kinderen en jeugd. En dat alleen al. En dan mogen we in investeren, mogen we ze helpen om een hoopvolle toekomst te hebben. En om te zeggen, ja, dien de Heer en blijf hem dienen, hij heeft een hoopvolle toekomst voor je. Nou, om er nog een beetje kracht bij te zetten, een paar jonge vrienden, een paar tieners, hebben een filmpje in elkaar gezet over dit thema. Dus laten we even kijken naar dat filmpje. Ik ben Rebecca, ik ben 14 jaar en ik zit met dans, worship, CD en welkomsteam. Ik vind het ook leuk om te filmen en regie te doen in de kerk. Ik denk dat ik best een grote impact kan hebben op tieners. En ik denk dat tieners de volgende generatie zijn die de toekomst zijn en de kerk moeten gaan bouwen. En juist op het moment dat mensen in worship zijn, kun je met licht er heel erg mooi op inspelen. En dat vind ik echt heel gaaf om mensen zeg maar, een extra feeling mee te geven. Het leven met God is opeens anders. Ik heb een superleuk connect gewoon, sowieso is het super chill. Dat was zeker op het begin voor mij best wel motivatie om hier te blijven. En sindsdien ging ik steeds meer naar de kerk, ging ik zondagdiensten meepakken, Jonge Vriendheid. En tijdens Jonge Vriendheid voelde ik me steeds meer geaccepteerd. En loop van de tijd kreeg ik ook steeds meer vrienden hier. Kreeg ik hier gewoon. En dat heeft me ook wel gemaakt tot de persoon die ik nu ben. In die tijd leerde ik God kennen en
Sinds die nieuwsbrief leven eigenlijk alleen maar steeds verbeterd. En natuurlijk heb je nog wel dieptepunten, maar ook heel veel meer hoogtepunten. Beter worden in de regie. Gewoon nog net iets beter worden. Iets meer grotere producties hebben mogen doen. Want ik heb dit jaar voor het eerst Pasenregie gedaan. Maar dat wil ik natuurlijk wel vaker doen om daar ook weer beter in te worden. Ik zou heel graag een lijstje willen worden. Ik vind het zeg maar überhaupt wel heel leuk om zeg maar gewoon dingen te leiden en dan gewoon er voor mensen te zijn. En dat ik ook gewoon dat ze weten dat ik er voor hen ben. En ook gewoon om het gezellig te maken en zo. En gewoon rond te hebben. Ook gewoon beter worden op het gebied van leiderschap. Want ik heb nu dus mijn eigen team bij Yama Free. Maar ook op zondag. Het lijkt me sowieso heel vet om connectleider te worden en Yama Free leider. Ik denk dat ik zomaar best een grote impact kan hebben op. En ik denk oprecht dat, ook al ben ik dat nu nog steeds, dat tieners de volgende generatie zijn en dat wij uiteindelijk degene zijn die de toekomst zijn en de kerk moeten gaan bouwen. Sowieso kun je zijn woord verspreiden als je met allemaal andere mensen aan het werk bent, want ik kom altijd weer andere mensen tegen. En zo kun je ook Gods liefde laten zien. Vraag gewoon voor het hoe was je week en mijn weekend bestaat vooral eigenlijk gewoon uit de kerk. Dus dat vind ik ook wel leuk om te vertellen, want dit is gewoon een hele andere kerk dan alle andere kerken. En aan het begin was het wel van, het boeide zich niet of zo. Het was van, ja leuk of zo, maar ja, het is de kerk, dus dat. Maar ik zie wel steeds meer dat ze gewoon wel vaak zeggen van, oh ja, was de kerk en zo. Dus dat is wel nice en ik hoop dat ik dan dat ze een keer mee willen. Een paar jaar geleden was het zo dat ik heel graag Yama Free Kamerteam wilde starten. En dat zei ik gewoon steeds in mijn hoofd tegen God van ik zou dat echt heel graag willen doen en zo. Maar ik zie niemand om me heen die het leuk zou lijken om in mijn team te willen gaan en zo gewoon om te filmen. Die het leuk lijkt om te filmen. En op een gegeven moment gewoon, je zag gewoon dat langzaamaan kwamen er allemaal tieners in mijn leven die dan het opeens wel leuk vond om te filmen en ja, dat team is echt gewoon wonderbaarlijk echt tot stand gekomen. Eigenlijk vrij snel heeft God mijn totale leven weer veranderd, waar ik eigenlijk best wel depressief nog was, dat hij opeens gewoon hoop gaf. En dat is niet echt per se een te omschrijven gevoel of zo, maar het was opeens zoveel anders. Zeg maar. Het leven met God is opeens anders en het geeft inderdaad meer positiviteit en het is comfortabeler en ik denk dat dat, zeg maar, dat is denk ik wel echt een goed voorbeeld waar God door mij heen werkt. Dat is niet zo goed. Oké, mooi hè? Dat is waar we in investeren. Dat is waar we in investeren, niet alleen hier in Den Haag, maar alle. Ik ga aan alle campers, pastors, alle locatievoorgangers vragen. Ik wil eigenlijk komende week dat we weten, met elkaar als CLC-familie, ik ga die aan het werk zetten, hoeveel tieners en hoeveel kinderen bereiken we nou met elkaar? Dat is zo inspirerend om te weten, dit is wat we mogen doen als CLC-familie en dat is waar we in investeren. Is dat oké? Psalm 22 vers 31 zegt dit, een nieuw geslacht zal hem dienen. In de nieuwe Bijbelvertaling. En aan de kinderen vertellen de Heer. Aan het volk dat nog geboren moet worden, zal het van zijn gerechtigheid verhalen. Hij is een God van daden. Vind je het niet mooi? Een nieuw geslacht. Er staat nakroost, allerlei van die woorden worden er gebruikt in verschillende Bijbelvertalingen. En ik vind dat zo mooi. Hier in 2 Korinthe 9 vers 7, de laatste tekst waar ik nu mee wil afsluiten. Die zo inspirerend is. Er staat, laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft. Nogmaals, ik kan je alleen maar aanmoedigen. En hier in Den Haag, in alle locaties, om te bidden komende week. Dat die gebedskaart in je hand te hebben, dat boekje te lezen en te bidden. Heer, wat kan ik doen? Wat kan je voornemen? Daarom zeg ik het altijd weer. Ik vraag je om te bidden daarvoor, om met de Heer dat te bekijken. Zoals hij in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of uit dwang. Want God heeft de blijmoedige gever lief. God is bij machte elke vorm van genade overvloedig te maken. In u, zodat u, wanneer u in alles altijd het nodige bezit, overvloedig kan zijn in elk goed werk. Financiële vrijheid, we hebben pas geleden dat boekje uitgedeeld van Paul de Jong. Financiële vrijheid is voor mij een mooie definitie dat ik, als ik wil geven, dat ik kan geven.
dat God me zegent en zaad verschaft, wat hier verderop staat. Vers 9, hij heeft uitgestrooid, hij heeft aan de armen gegeven. Zijn gerechtigheid blijft tot in eeuwigheid. God ziet het als we zegenen. Als we bouwen zijn huis, als we zegenen de stad of dorp waar we in wonen. En als we zegenen de armen die om hulp roepen. Dus ik hoop dat je een gezegende week zal hebben. Geïnspireerd bent. Je geeft het niet aan CLC. Je geeft het niet aan mij. Maar je investeert in zijn huis. In het vooruit bewegen van Gods huis. En in de komende generaties. Word je daar enthousiast over? En laten we bidden. En na het gebed geef ik het weer terug aan al je lokale voorgangers die het weer overnemen. Vader, dank u wel dat we zo ons mogen voorbereiden. We mogen een verschil maken in de wereld waar we in leven. In het huis van de Heer waar we zijn. We mogen investeren in de vooruitgang van uw koninkrijk. En we mogen investeren in plaatsen waar mensen het moeilijk hebben. Zwaar hebben. Weinig of geen financiën hebben. Om daar te helpen en te zegenen. En we mogen investeren in de komende generaties. In de kinderen en de tieners en de jeugd die we zien opgroeien en bloeien in uw huis. Heer, we bidden voor elkaar. Wat is het dat wij ons in ons hart voornemen? Een speciaal offer. Een speciaal iets van de eerstelingen. Van de oogst waar we u voor geloven. Een speciaal offer naar de mate dat u ons gezegend heeft. Dat we zeggen, Heer, dank u voor al uw zegeningen op mijn leven. En daarom geef ik u dit met vreugde. En investeer ik in uw koninkrijk. Ik bid uw zegen over iedereen die dit hoort en ziet voor de komende week. In Jezus' naam. Amen.